Wanneer je klaar bent met koken, is het heel erg belangrijk dat je met een spatel, zoals ik nu voordoe, de laatste etensresten weghaalt. En dan wat olie op een doek om hem te beschermen tegen de invloeden van het weer. Zo voorkom je roest en blijf je een mooie beschermlaag behouden. Maar doe je dit niet, dan zou, zoals hier, het resultaat kunnen zijn dat deze laag loskomt. En die ga je dan best weer verwijderen met de spatel om de grootste delen weg te halen. En dan vervolgens cirkelvormig met een stalen borstel de laatste delen verwijderen. Ik adviseer wel om het oliën na een aantal weken telkens te herhalen om te voorkomen dat je deze behandeling moet doen. En je kan dan op laatste met een olie of een bakspray een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Zo kan je er weer tegen voor een aantal weken. Wanneer je je oogvier voor langere tijd niet gaat gebruiken, kan je de cover als extra accessoire gebruiken om je bakplaat te beschermen.